Na de doortocht van de verwoestende orkaan Haiyan in de Filipijnen schoot de hele wereld ter hulp. Ook de Karel de Grote Hogeschool organiseerde een steunactie, bedacht en mee opgezet door enkele studenten marketing. Begin december werd het gelijkvloers van Campus Groenplaats getransformeerd tot een heuse pop-up kledingwinkel. Tweedehands kleding van studenten en medewerkers werd er verkocht ten voordele van de Filipijnen. Zo, is dat duidelijk? Zo goed? Schoon, hè? We zijn eigenlijk op het idee gekomen om deze shop te openen door een student marketing. Student marketing, Ascari, die naar studenten en engagementen mail stuurde en die zei van, zeg, die ramp van de Filipijnen en jullie doen daar niks voor, dat kan toch niet zijn. En dan hebben wij de koppen bijeengestoken. In plaats van gewoon kleding in te zamelen, dachten we dat het belangrijk was om geld te krijgen. En hebben wij dus dat gewoon hier een shop geopend en met steun van studenten marketing veel reclame gemaakt. En voilà, hier zitten we nu. Daarom twijfel ik niet. Ik ben altijd zo mooi. Doe dat. We verkopen eigenlijk allerhande dingen, van jurkjes voor de zomer tot topjes, jeansbroeken, skipakken zelfs, jassen, regenjassen. Dus iedereen vindt wel iets voor elk seizoen van het jaar. De pop-up store bracht in totaal €753 op. Dat bedrag en de overige ingezamelde kleding is ondertussen al op weg richting de Filipijnen.